4 mei, de Nationale Dodenherdenking. Maar sinds enkele jaren ook de Nationale Struikelstenen Schoonmaakdag, ook in Moergestel. We vroegen aan Henny van Schoten wat die struikelstenen ook alweer inhouden. Deze struikelstenen zijn in mei 2018 gelegd voor de familie Boesnaak-Frankenhuis, die hiertoe nog vrij hebben gewoond. Het was een artiestenfamilie. Die hebben in een woonwagen gewoond aan het Hippelpad, hierachter in de verlengde van de Prinses Margrietstraat. En dat gezin is uiteindelijk gedwongen geworden naar Tilburg te verhuizen. En van daaruit zijn zij dus naar de kampen in Vught en Westerbork gebracht. En van daaruit naar Auschwitz en Sobibor, waar ze dus zijn omgekomen. En het bijzondere is dat Robert is hier in Moergestel geboren in juli 1940. En is in mei 43, dus nog net geen 3 jaar oud, omgebracht in Sobibor. En dat is wat wij vandaag op 4 mei gedenken met de slachtoffers aan de Tweede Wereldoorlog. En de enorme vervolging die heeft plaatsgevonden op de Joden. Gunter Demnig heeft deze stenen hier in 2018 gelegd, deze stolperstuinen of struikelstenen. Toen lagen er 65.000 over heel Europa. Hoeveel liggen er nu? Wat ik heb begrepen is dat er in 2023 de 100.000ste struikelsteen is gelegd in Nuremberg. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar als je dat dan ook vergelijkt met Nederland, waar 140.000 Joden woonden, waarvan er meer dan 100.000 nooit meer zijn teruggekomen, dat geeft wel aan hoe groot het drama is geweest wat dit volk is overkomen. Ja, er zijn 6 miljoen mensen vermoord in de concentratiekampen, dus Gunter is nog lang niet klaar. Nee. Ik hoop ook dat zijn werk wordt doorgezet. In elk geval doen wij dat hier in Moergestel. En dan vinden we ook belangrijk dat het ook bij de mensen blijft leven. Dat deze mensen hier gewoond hebben en dat we dus ook een relatie mee hebben. Leeft er nog iemand van de familie Boesnaak? Ja, vandaag is Bert ook hier. Bert Bieshaar. En zijn oma was de zus, dus zijn oma was de zus van Frans Boesnaak. En zij heeft ook nog geprobeerd om Robert mee te nemen naar Amsterdam, waar zij toen woonde. En dat heeft de familie dus niet gedaan, want die hadden alle vertrouwen in dat ze dus werkelijk goed werk konden leveren in de werkkampen. Dat was hun beloofd. Dat laatste toch even toelichten. De familie Boesnaak was een artiestenfamilie. Door de oorlog was het moeilijk om aan werk te komen en de nazi's hadden de slachtoffers wijsgemaakt dat ze naar een kamp zouden gaan waar volop werk voor ze was. Vandaar ook het opschrift Arbeid macht vrij, hier boven de ingang van kamp Auschwitz. De oma van Bert geloofde daar niets van en probeerde het gezin over te halen om de jonge Robert Boesnaak in Amsterdam te laten onderduiken. Hetgeen niet gebeurde. Ik ben hier om de struikelstenen van familieleden die in de oorlog weggevoerd zijn en vermoord zijn, schoon te maken in het kader van Herdenkingsdag. Jij bent familie van de familie Boesnaak-Frankenhuis. Toen jij klein was als kind, werd er toen thuis veel over de oorlog gesproken? Ja, maar de kinderen mochten niks weten. Hè. Zo. De kinderen hoeven dat niet te weten. Het was allemaal te erg wat er gebeurde natuurlijk. Maar kinderen zijn natuurlijk heel slim, die horen van alles. Ja. En die bespeuren van alles. En de stemmingen bespeurde je. En je wist al als je de kamer binnenkwam, ze hebben het er weer over gehad. Ja. Want dan was het weer droefenis en huilen enzovoort. En heeft de Holocaust jou mee gevormd dan eigenlijk als persoon? Ik denk het wel, dat daar zeker dat het een rol heeft meegespeeld. Ja. Dan moet je ook een bepaald gevoel hebben bij het antisemitisme dat nou weer de kop opduikt. Jazeker. Al jaren zie je dat het niet weg is en nooit weg is geweest. De dingen die je hoort, ziet, radio, televisie, gesprekken met mensen die dingen zeggen die ze eigenlijk niet menen, maar die niet oké zijn. En ja, tegenwoordig noem je dat geloof ik grensoverschrijdend, maar ja, dat is nooit weg geweest. En dat is er nog steeds en het is het meest verderfelijke wat er is natuurlijk. Maar leer het de mensen maar eens dat het niet oké is om een ander weg te zetten. Omdat hij een ander geloof heeft, een andere kleur heeft, een andere uitdrukking of wat dan ook. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal gelijk. In 2018 zeiden we tegen elkaar, zoals we dat ieder jaar bij de bevrijding doen, opdat wij nooit vergeten. Kijk ik naar Oekraïne, kijk ik naar Gaza, dan denk ik, zijn we het wel vergeten. Ja, en ik ben bang dat dat inherent is aan de mens.
We gaan verder in de tijd en wat er achter ons is, dat vergeten we. Dat wordt minder en minder. En daarom is dit verschrikkelijk belangrijk. En vind ik het zo fantastisch dat in Nederland de 4e mei de herdenkingsdag er is. Zodat je toch elk jaar weer, en vooral de jongeren natuurlijk, ja, wat is dat? En dan kunnen de verhalen verteld worden. Zo belangrijk, mag nooit weggaan. Nou ja, ik vind het dus gewoon verschrikkelijk dat mensen alleen maar vanwege hun etniciteit vervolgd kunnen worden en vermoord kunnen worden. En dat mag nooit zijn en dat mag ook nooit gebeuren. Het is ook heel goed dat de stenen nou gepoetst worden. Het is een heel verschil voor en na de behandeling. Toch even een praktische vraag, Bert, want jij bent helemaal uit heel ver weggekomen. Waar vandaan trouwens? Assen-Delft. Dat ligt boven Amsterdam. En het is familie, dus die afstand maakt niet uit. De stenen worden vandaag dus schoongemaakt. Het is meer dan zomaar een doekje eroverheen halen, hè? Ja, het is natuurlijk nu ook 3 jaar geleden. In 2021 en 2018 zijn ze gelegd. In 2021 heb ik ze ook schoongemaakt. Nou ja, weet je, dan de suffelweren door weersinvloeden, maar ook doordat er auto's op worden geparkeerd. Dat is erg jammer. Maar op een dag als vandaag vinden we het heel belangrijk om bij de daad die toen is gepleegd weer stil te kunnen staan. Jazeker. Het is het schoonmaken. Het schoonmaken van en het weer naar boven brengen van de feiten. En nu ook dat de namen weer helder leesbaar zijn. Het doet gewoon veel met je. Ja. Dankjewel in ieder geval, Bert, voor het mee schoonmaken van dit monument. Want zo mogen we het noemen. Ja, mag je absoluut noemen. Ja, zeker. Vind ik wel.